Linda, wat voor organisatie zit erachter? Ik zit erachter. Verder geen organisatie. Met andere woorden, het is een particulier initiatief? Ja, het is een particulier initiatief. Ik ben hier kunstenaar op Indië. En de afspraak met de verhuurder is dat ik van tijd tot tijd iets organiseer voor mensen uit de stad. En dan heb je het geluk dat het ontzettend slecht weer is buiten. En dat iedereen naar binnen trekt om hier vandaag die kofferbakverkoop te bezoeken. Ja, ze waren sowieso gekomen omdat het gewoon een geweldig initiatief is. Mensen vinden het superleuk om hun spullen te verkopen, maar ook om te kopen. Hoe kom je aan al die mensen die hier vandaag zo'n kofferbakverkoop organiseren en doen? Nou, dat is de moderne tijd. Met Facebook ga je al heel snel en dan heb je de kranten en avisie en je plaatst het gewoon overal. Je zorgt dat iedereen het kan weten. Ben je dan ook bang van op een gegeven moment van er komt geen publiek? Daar ben je wel even bang voor. Maar je weet dat als je mensen hebt die gaan verkopen en het weer delen op Facebook, dat het ook weer veel mensen geeft. Het is wel zo dat heel veel mensen houden van, tussen haakjes, oude rommel. Ze verzamelen het, ze verkopen het, maar ze kopen het ook graag. Ja, maar ik zou het geen oude rommel willen noemen. Het zijn eigenlijk... Ik zei ook tussen haakjes. Ja, dat snap ik wel. Maar het zijn eigenlijk nieuwe kostbaarheden. Mensen kunnen weer iets nieuws aanschaffen voor weinig geld, wat een langer leven heeft. Dus je draagt ook nog eens bij aan minder milieuvervuiling. Het is wel heel belangrijk dat dingen een tweede, een derde, een vierde leven krijgen. Mevrouw, wat hebt u gekocht? Ik heb een Unica gekocht uit Hongarije. Engelen. Was u daar al heel lang naar op zoek? Nee, daar was ik niet heel lang naar op zoek, maar ik liep er tegenaan en ik vond hem mooi. En wat gaat u ermee doen? Waar komt hij in uw woning te staan? Op mijn schouder staan. Ja? Ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik heb er 6,50 voor betaald. En ik ga ermee naar Kunst en Kitsch. Hebt u enig idee of het enige waarde heeft? Ik denk het wel. Ja, mijn vader komt uit Hongarije, dus... €693 is de waarde. Meneer, u hebt zojuist een Unica verkocht. Hebt u daar geen ontzettend veel spijt van? Eigenlijk nu wel, ja. Wat is een Unica en waar, hoe komt u eraan? Er bestaat maar één van. Het is door een kunstenaar gemaakt en met de hand. En daarom is het een Unica. Dus er is er maar één van. Hoe komt u eraan? Hij komt ook van de antiekveiling, eigenlijk de kunst- en antiekveiling, dus het is eigenlijk een kunstwerk. Linda, we zien achter jou dat er ontzettend veel publiek loopt. Daar zul je erg blij mee zijn. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, dat vind ik echt geweldig. Voor al die verkopers die hier graag hun spullen willen verkopen, zou het heel erg vervelend zijn als er niemand was, maar het loopt gewoon helemaal goed. Linda, ik wens je een fantastische dag. Fijn, dankjewel. En jij ook. En ik hoop dat je nog wat moois scoort. Mooi zeg, hartstikke.